Welkom bij deze nieuwe aflevering. De vorige aflevering zijn we geëindigd tijdens een speedbuild. Ik ben nog lang niet klaar. Nou, nu inmiddels wel. Maar dit neem ik er achterna op om dat ervoor te plakken. Fucking logisch en zo. Maar ik ben nog lang niet klaar op dit moment in de video. Waarom niet? Nou, ik heb hem best wel vet gemaakt. Willen jullie het eindresultaat zien? Blijf dan zeker kijken. Hier is weer het volgende deel van de speedbuild. Geniet! Vonden jullie het leuk? Geef dan even een groen duimpje op de vorige episode en op deze episode. En dan zeg ik dankjewel en geniet van de video.
Pull my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. We'll be right back.
I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, my body was freezing. You stop the bleeding. You bring me to life. We'll be right back.
En daar ben ik weer. Wow, dat heeft een tijdje geduurd. Ja, dat klopt. Het heeft een tijdje geduurd. Ik wou het kost zeggen, maar... Daar staat hij dan. Dit is mijn huis. Een toren en een knus huisje. Dat was eigenlijk de bedoeling. En ik vind hem eigenlijk best wel vet gelukt. Ik ben nog lang niet klaar. Ik heb nog heel veel ideetjes wat ik er allemaal bij kan voegen. Zoals dit bijvoorbeeld. Gewoon random. Tussendoor gewoon sommige blokken van die smooth stone. Kijk, dat geeft al meteen een heel goed gevoel. Dat geeft meteen een heel ander gevoel dan dat het dan dat hij net gaf. Net gaf hij een beetje clean. Een beetje saai gevoel. Maar het moet een beetje natuurlijk... Een gevoel geven ze van, ja, het is al best wel een oud gebouw. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. En ik ga nog met microblocks werken. Als jullie het waarschijnlijk al gezien hebben, dan heb ik het al een beetje gedaan hier. Omdat ik natuurlijk die toren goed moest connecten. Maar ik denk dat ik dit de rest gewoon off-camera doe. En dat we de volgende episode, de volgende record sessie, pas gaan zien hoe mijn huis eraan toe is. De grootste deel... Het grootste deel moest de boer laten. Dat kan ook af en toe. Het grootste deel van het huis hebben we onscreen gedaan. Ik kan nog hier en daar wat dingetjes aanpassen. Kleine tweaks geven. Microblocks toevoegen. Dat soort dingen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deze twee episodes waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn het twee bult episodes. Vonden jullie de video nou leuk? Geef ze dan even een groen duimpje. Abonneer even op mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan check ik jullie allemaal de volgende keer weer bij een nieuwe Attack of the B-Team. Tot de volgende keer. Doei!